Mijn toptips voor werkzoeken is, laat je niet beperken en zet hoog in. Ga echt voor een baan die je echt leuk vindt en niet voor een baan die de rekeningen betaalt. Want als jij gelukkig bent in je baan, ben je ook beter in je baan en ben je ook gelukkig in je dagelijks leven. En daar wordt iedereen blijer van. Allereerst is toch focus. Hoe verleidelijk het ook is, je bent geneigd als je thuis zit, je wilt graag aan het werk en dat snappen we, om op van alles te reageren. Maar eengene die dat ontvangt, die merkt dat ook, weet je, van oké, dat is een van de sollicitanten. En dan wordt het ook een stukje massa. Dus ik zou zeggen, minder sollicitaties, maar die sollicitaties heel goed gaan doen. Tweede tip dan dus, nou, laten we dan ook bij de diepte ingaan. Als er een baan is bij een organisatie wat je aanspreekt, probeer van alles te weten te komen over die organisatie. Wat staat op hun website? Wat is hun beleidsplan? Hebben ze een visie, missie? Kijk op LinkedIn, welke personen werken er? Ken ik er misschien wel mensen via? Hoe staan ze op Facebook, op andere social media? Hoe presenteren ze? Want dan kan je ook wat meer op het onderbuikgevoel inspelen wat een bedrijf toch zoekt bij het selecteren van een nieuw collega. En de derde tip is, ik zou altijd zoeken voor een leuke werkgever. De baan, daar kan je nog wat van maken. Die vind ik...